Tja, toen had Nova heerlijk in de struiken gespeeld en zit ze onder die verschrikkelijke groene bolletjes. Veel van jullie hebben mij al gezegd dat jullie uren hebben zitten plukken op de bank tijdens de televisie kijken om al die bolletjes eruit te krijgen. Nou, dit leek mij dé uitgelezen kans om uit te leggen hoe je heel makkelijk de bolletjes uit de vacht krijgt. Je hebt nodig een slikkerbrush te koop bij mij in de trimsalon en eventueel een grove kam, maar deze heb ik zelf niet gebruikt. Wat je doet is, ik ga eerst even voelen. Ik voel hier dat er hier een hele hoop groene bolletjes zitten. Pak ik mijn borsteltje en dan ga ik laagje voor laagje borstelen. Als de vacht nat is, dan laat je het eerst even opdrogen en dan borstel je het daarna, want als het nat is, komen de bolletjes er niet uit. Maar ze vallen er al uit. Laagje voor laagje. Gewoon goed voelen met je hand waar er wat zit. Ben je vrolijk, meid? De staart is ook altijd een goede vraag. Ik begin altijd aan het einde. En de staart is natuurlijk het uiteinde van het zenuwstelsel. Dus het puntje van de staart is altijd super gevoelig. Dus ik hou altijd de staart zelf vast. En dan kan ik de haren borstelen. En kijk, dan raak ik mijn vinger aan met de borstel. En dan ga je dus niet over de staart zelf heen. En dat doe ik dan stukje voor stukje. Dan heb ik dit gehad. Ik begin ook altijd achteraan. Dan werk ik zo naar voren en dan weer naar beneden. Dus ik ben nu ook hierboven aangebleven. Dus ga ik ook hier, waar ik bobbeltjes zie, van die groene bolletjes zie, ga ik borstelen. En dan laagje voor laagje. Kijk hoeveel eruit komen. Bah. Het zijn zulke rot dingetjes. Voorpootje gaat ook weer precies zo. Ik pak hem op. Voorkant. En weer laagje voor laagje. Ga ik het bij langs. Zie je die groene bolletjes eruit komen?
Dit zachtjes doen bij de oksels. Natuurlijk heel gevoelig. Even voelen. Kijk. Wow. Even blijven staan hoor. Gelijk even naar de rest doen. Haar oor zit volgens mij... Oh ja, ik voel wel één. Binnenkant ook altijd even meenemen. Dit oor zitten er wel een paar. Beter laten zien. Het ligt nu allemaal niet op de nieuwe voetjes, hoop ik. Hier, hier, hier. En wat het ergste is, het ligt allemaal hier. Oh, hier is nog erger. Nou, je ziet het wel. Een slikkerborstel is alles wat je nodig hebt dus. En laagje voor laagje borstelen als de hond droog is. Veel succes!